Goed, vanaf mijn wielercarrière heb ik heel weinig herinneringen en ook maar heel weinig dingen die ik overgehaald heb. Ik heb na het wielrennen heb ik op een gegeven moment alle spullen gepakt en in de vuilniszakken gedaan en die bij de vuilnis hebben gezet. En het enige wat ik nog heb zijn een paar foto's. Wel mooie foto's moet ik eerlijk zeggen, want het zijn er van de Ronde van Vlaanderen. Kees Bal won de Ronde van Vlaanderen in 1974. De week voor de ronde kreeg Bal ruzie met ploeggenoot Joop Zoetemelk. Bal had het gevoel dat Zoetemelk de overwinning in de Ronde van de Catalaanse Week van hem had afgepakt. Woedend reed Bal op de avond voor de wedstrijd op de fiets van Gent naar zijn moeder in Kwaadendamme. Bal weigerde om met Zoetemelk onder één dak te slapen. Ik ben die zondagmorgen met de eerste boot van Hoedekerskerke naar Terneuzen gegaan, Terneuzen op de fiets naar Gent. Daar zat iedereen al in spanning van, zou die nog komen? Want het was drie kwartier voor het vertrek dat ik daar aankwam. Ik heb me omgekleed, ik heb daar nog gegeten, terwijl ik 's morgens ook al thuis had gegeten. En daar nog vlug een biefstuk, want ja, dat was toen de tijd het recept. Dus daar nog een biefstuk op gegeten. En zo naar het vertrek gereden. Kees Bal is ontketend en koerst de hele dag vooraan, gedreven door woede. En in de finale zit Bal in de kopgroep. Op 20 kilometer voor het einde demareert Alain Santi, dus mijn ploegmaat. Dus ik zat een beetje van, ja, als die maar terugkomt. En hij kwam inderdaad op een kilometer of 12 voor het einde, kwam die terug. En vanaf dat moment ben ik gedemareerd en heb ik er nooit aan getwijfeld dat ze me nog terug zouden pakken. De achtervolgende groep heeft hem nog niet bereikt. Zou Kees Bal dan de Ronde van Vlaanderen gaan winnen? Daar komen de laatste meters in een prachtige cadans. Kees Bal uit Kwaadendamme. Kees Bal uit Kwaadendamme met een groep achter. Kijk niet om, Kees gaat door. Ga ontzettend zwaar door. Je kunt de 58e Ronde van Vlaanderen winnen. Wat een prachtig herstel na die klap die hij op de laatste dag van de Catalaanse Week heeft ondervonden. 22 jaar was Kees Bal toen hij zijn grootste overwinning behaalde. Na de ronde ging het snel bergafwaarts met zijn carrière. Door deze grote overwinning ben ik toch anders gaan leven. Je bent gaan feesten. Ik ben gaan feesten, ja. Ja. En dat is voor topsporter is dat niet te combineren uiteraard. Ik denk voor geen enkele topsporter, maar ja, met wielrennen en er niet 100% voor leven, dat gaat absoluut niet samen. Dat blijkt achteraf natuurlijk gewoon verkeerd geweest te zijn. En daar kijk je best wel eens met spijt op terug.